Ja, vrienden, wat zien we nu al een hele tijd? Ja, dit is al jaren en jaren aan de gang met die Gordon. Ja, die Gordon die vindt het dus gewoon leuk om elke millimeter uit zijn privéleven om dat op die social media te gooien. Ja, en het maakt niet uit waar het over gaat. Of hij nou bonje maakt met Gerard Joling of met Angela de Jong. Of hij heeft weer ruzie met die en dat. Of hij maakt weer een boek, hele familie in de war. Of hij heeft weer een nieuwe liefde en dan schiet hij weer vol voor een week. En daarna is de nieuwe liefde weer weg. En dan schieten we ook weer vol een hele week. En wel, dat is Gordon. Ja, en hij vindt het leuk om dat aan iedereen te laten weten. Nou ja, goed. Dat is zijn afwijking, dat moet hij weten. En bij hem is natuurlijk alles over de top en niet een beetje. Maakt niet uit. Als hij een ei staat te bakken, schiet hij ook helemaal vol. Het is allemaal too much. Nou, en zo zit die Gordon in elkaar. Maar ik bedoel, is dat erg? Nee, vrienden. Ik vind dat niet erg. Want, ik bedoel, je weet het, mijn meetlat is altijd, is iemand saai, ja of nee? En Gordon is absoluut niet saai. Klaar. En je hoeft het verder niet te volgen. Nee, je hoeft het niet te lezen zijn Instagram of weet ik veel waar die allemaal op zit. Dat hoef je niet te volgen en hoef je dat allemaal niet te weten. Het grote misverstand zit hier, gillend misverstand zelfs, dat zit hem erin dat de kranten en de tv, die denken dat wij geïnteresseerd zijn, dat jullie en ik geïnteresseerd zijn in elke millimeter van Gordon. En het antwoord luidt, nee, totaal niet, nee natuurlijk niet. Maar ja, dat begint dan ergens met de Telegraaf. En dan gaat de AD erin mee. Dan begint iedereen ook nog een beetje mee te tikken over wat er weer gebeurd is met Gordon. En daarna, dan nemen alle tv-shows en iedereen wat maar een beetje zit te babbelen op tv, die neemt dat over, want die denken maar dat zij weten wat wij leuk vinden. Hou daar nou eens mee op. Jullie hebben geen besef wat wij leuk vinden. Nee, totaal niet. En jullie denken dat wij dat allemaal maar willen weten over Gordon. Nee. Dus, vrienden, het zit hem niet bij Gordon, nee. Laat Gordon maar Gordon zijn en veel plezier ermee. Maar, hey, media, kranten, tv, hey, hou ons erbuiten.